The subject of today's session is what we popularly call Rosh Hashanah, which means the head, the beginning of the year, the new year. Het onderwerp van vanavond is wat populair gezegd Rosh Hashanah heet, de kop of het hoofd van het nieuwe jaar. But of course, we never encounter the name Rosh Hashanah anywhere in the Bible. Maar uiteraard, we vinden de term Rosh Hashanah, de kop van het jaar, nergens in de Bijbel. It is a relatively early post-biblical name. It's at least 2000 years old. Het is een vrij oude term, wel van na-Bijbelse tijd, zeker 2000 jaar oud. But we still need to ask ourselves, what is this holiday about? Maar we moeten ons nog steeds afvragen, waar draait het om met deze feestdag? As you know, one very important theme in this series on the biblical holidays is, that's what they are, biblical holidays. Zoals jullie weten, een heel belangrijk thema in deze serie over Bijbelse feestdagen is precies dat, namelijk dat het Bijbelse feestdagen zijn. People generally call them the Jewish holidays, and they are Jewish holidays, because Jews keep the words of the Bible. Mensen noemen het wel Joodse feestdagen, en ja, dat is ook wel zo, want Joden houden die feestdagen. But of course, these days have special messages for everyone who is a Bible believer, both Jews and non-Jews. Maar natuurlijk, deze Bijbelse feestdagen hebben ook een boodschap voor iedereen die in de Bijbel gelooft, Jood en niet-Jood. The challenge here is that the Bible doesn't tell us a whole lot about this holy day altogether. En de uitdaging is dat de Bijbel ons eigenlijk helemaal niet zoveel vertelt over deze feestdag. One of the only messages that clearly emerges in the Bible is, based upon what the Bible says, it doesn't seem to be a new year at all. In ieder geval, als we lezen in de Bijbel over deze feestdag, dan zou je niet zo 1, 2, 3 zeggen dat het een nieuw jaar is. This holy day appears in exactly two passages in the Torah. One in Leviticus, one in Numbers. En deze feestdag die wordt slechts twee keer genoemd in de Bijbel, namelijk in Leviticus een keer en in Numeri een keer. There's one additional passage that refers to it a little bit later, that is in the time of Ezra and Nehemiah. After the return to Zion, we'll get to that in a moment. En er is nog een additionele passage die gaat over deze feestdag ten tijde van Ezra en Nehemia, maar daar komen we later op terug. Let's begin with Leviticus chapter 23, from verse 23 through 25. Laten we beginnen bij Leviticus 23, vers 23 tot en met 25. And God spoke unto Moses, saying, De Heere sprak tot Mozes. Speak unto the people of Israel, saying, Spreek In the seventh month, in the first day of the month, shall be a solemn rest unto you, a memorial proclaimed with the blast of horns of the shofar, a holy convocation. Spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Well, the truth is that, I must admit, although I inserted shofar, the text doesn't say anything about the shofar. It just speaks of a blast of horns. In Hebrew, teruah. En ik moet toegeven, ik voegde net het woordje shofar in, maar in de grondtekst staat er helemaal niets over. Wel iets over geschal, over bazuingeschal. Het woordje teruah. Now we're going to need to understand what this teruah, this blast of horns,
means. But another thing, of course, that does not appear anywhere in the text is that it's a new year. On the contrary, it's in the seventh month. En we willen graag doorgronden wat dat teruah, dat geschal, betekent natuurlijk. Maar het eerste wat ons hier opvalt is dat er niks staat over een nieuw jaar. Sterker nog, het gaat hier over de zevende maand. Likewise, in Numbers chapter 29, verse 1. And in the seventh month, on the first day of the month, you shall have a holy convocation. Again, it is a day of the blast of the horn unto you. En zo is dat ook in Numeri 29, vers 1. In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. We'll note that in Nehemiah chapter 8, we encounter this holy day one more time. En we merken op dat in Nehemiah 8 deze feestdag nog een keer genoemd wordt. In verse 2, once again, it is the first day of the seventh month. In vers 2 staat weer dat het de eerste dag van de zevende maand is. What we can learn from this passage in Nehemiah is, first of all, that Ezra read the Torah publicly before all the congregation, as we read in the verses that follow. Het eerste wat we kunnen leren uit die passage, Nehemiah 8, is dat Ezra de hele Torah las voor de gemeente, wat we in de versen daarna kunnen lezen. We also get something of a sense of the seriousness of the day. Why we call these holy days in the Hebrew Yamim Noraim, days of awe. En we krijgen ook een indruk van hoe serieus deze dagen zijn. In het Hebreeuws Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. In verse 9, Nehemiah and Ezra and the Levites said to the people, this day is holy unto God your Lord. Mourn not, nor weep, for all the people wept when they heard the words of the Torah. In vers 10 is dat bij ons. En zeggen Nehemia en Ezra en de Levieten tegen het volk dat deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet van de Torah hoorden. So of course, you see from these words, likewise, in verse 10, this day is holy unto God. Don't be aggrieved, for the joy of God is your strength. That it's a holy day, but it is a very serious day. The people were crying. En ook in vers 11 lezen we dat de dag heilig is en dat ze niet bedroefd moeten zijn, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Maar we lezen hierin dat het ook een hele serieuze dag is, want de mensen huilen. Now we should note in verse 12 that the people went their way to eat and to drink and to send portions and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them. So the end of the passage is a very happy one. En lees in vers 13 dat het volk wegging om te eten en te drinken en ze hadden grote vreugde. Dus ze hadden de boodschap wel begrepen en het is een goed einde. It's very important to stress, the days of awe are happy days, definitely not sad days, when you understand, as the people
eventually understood. They realized this, and we do too. Zo is het dus heel belangrijk om te onderkennen dat die ontzagwekkende dagen vreugdevolle dagen zijn en geen droevige dagen, zoals ook het volk toen had begrepen en zoals wij dat ook nu mogen begrijpen. Now we're still going to have to understand, and in particular, that significant motif that we saw in Leviticus and Numbers, the teruah, the blast of the horn, of course, needs to be clarified. We moeten natuurlijk nog wel verduidelijken die dingen die we zagen in Leviticus en in Numeri, namelijk dat daar het bazuingeschal werd genoemd. But the first item on our agenda is what kind of a new year? It's in the seventh month, as we saw in all these passages. Voordat we dat doen, stel ons eerst de vraag, wat voor een nieuw jaar hier dan in de zevende maand, wat in alle drie die passages staat, dat het de zevende maand is. Now, in particular, we know what the new year is, as expressed in the Torah, at the beginning of Exodus chapter 12, and it certainly is not the seventh month, it's the first month. We weten tenslotte wat het begin is van het nieuwe jaar. Dat weten we uit Exodus 12. En dat is niet de zevende maand, maar de eerste maand. That is what God says in chapter 12, verse 2. This month, the month of the Exodus. This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Dit staat in Exodus 12. Deze maand, dat is de maand van de Exodus, zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Now, that's not just a little bit off. That's half a year, either before or after, but half a year away. Dat zit er ook niet een klein beetje naast, maar dat zit er gewoon exact een half jaar naast. So how can you possibly refer to the seventh month as a new year? Dus hoe kun je dan naar de zevende maand refereren als dat daar een nieuw jaar begint? But very quickly we realize things are indeed more complicated than that. Maar al snel kunnen we zien dat de dingen wat ingewikkelder in elkaar zitten dan dit. In Exodus chapter 23, when we read for the first time in the Torah about the cycle of the holy days, the pilgrimage festivals, we read about, of course, the Feast of Unleavened Bread, Passover. We read of the Feast of the Harvest, the Feast of Weeks, Shavuot. And we read of the Feast of Ingathering, Sukkot, Tabernacles. In Exodus 23 lezen we voor het eerst over de drie pelgrimsfeesten. En dan lezen we eerst over het feest van de ongezuurde broden. Dan het feest van de oogst. En dan over het feest van de inzameling. Namelijk het Loofhuttenfeest, Sukkot. Now, that the Feast of Ingathering is in fact Sukkot, is something that we have discussed elsewhere. We won't be discussing that now, because our time is limited, but recognizing that the Feast of Ingathering is indeed in the same month as Rosh Hashanah, the seventh month, interesting, isn't it, that we read in Exodus chapter 23, verse 16, that the Feast of Ingathering is at the end of the year. Nu zullen we het vanavond niet hebben over het feest van de inzameling. Dat hebben we bij een andere gelegenheid al gedaan. En onze tijd voor vanavond is ook gelimiteerd. Maar het is wel heel erg interessant dat dit feest, net als Rosh Hashanah, ook in de zevende maand plaatsvindt. En dat er dan staat in Exodus 23 vers 16. Now what can be meant by dat het feest van de inzameling this aan het einde van het jaar is. What can be meant by describing this at
is the end of the year. Wat kan er dan bedoeld worden met die beschrijving dat dit het einde van het jaar is? Well, obviously we understand that since the year is a cycle, when you get to the end of one year, you don't fall off the end. Another year is beginning. En het mag duidelijk zijn dat als er een jaar eindigt, dan val je niet ineens van het jaar af. Dan begint er wel direct natuurlijk weer een nieuw jaar. So, of course, we recognize there must be a year beginning this time of year. But what about the first month, which is explicitly described as the first of the months of the year? Dus het zal dan ongetwijfeld zo zijn dat het dus hier in de zevende maand ook begint. Maar hoe zit het dan met dat jaar dat begint in... We'll just note briefly that the same question emerges when we consider Exodus chapter 34, which is the second time that the Torah presents the cycle of the holy days. We noted this is after the sin of the golden calf, and the Feast of Ingathering is described as at the turn of the year. At the turn, you know, you get to the end and you turn and another year begins. Again, this is the seventh month. We would think the turn of the year would be the first month, no? We merken op dat ook in Exodus 34 dezelfde vraag zich aandient. Als daar voor de tweede keer wordt gesproken over de pelgrimsfeesten, dan wordt daar ook weer gesproken over het feest van de inzameling, dat aan het einde van het jaar is. En nogmaals, waar een jaar eindigt, daar begint ook een jaar. En dat is toch vreemd, want je zou zeggen dat het jaar begint in de eerste maand, zoals we ook eerder hebben gelezen. En niet in de zevende maand. So of course we realize this is the word of God. It's not a contradiction. En natuurlijk, we hebben het door. Dit is het woord van God. Er is geen tegenstelling. There are two biblical new years. Er zijn twee Bijbelse nieuwjaarsdagen. One is the obvious. Again, Exodus chapter 12, verse 2. The beginning of months. The first month of the year. The month of Passover. De eerste is duidelijk. Dat is degene waarover we lazen in Exodus 12. De eerste maand van het jaar. In de maand van Pesach. It's a new year that is described as beginning, first. Het is omschreven als een jaar dat begint, het eerste. And then there's another new year that's described as end. It's only new because we realize that when one year ends, another one begins. But the focus is not on looking forward, the beginning, but on looking backward, the end of what was. En het andere nieuwjaar wordt steeds beschreven met de focus op het einde van een jaar. Natuurlijk zit er dan ook alweer een begin achter, maar dat is niet de focus. De focus bij Exodus 12 was het begin en bij Exodus 34 is dat het einde van het jaar, terugkijkend. Another difference. You'll note that first month of the year is described exclusively in terms of months. That is true at the end of the verse, it's the first month of the year. But the verse entirely speaking about month, this month shall be the beginning of months. It shall be the first month, all about months. En een tweede verschil wat we kunnen opmerken is dat in Exodus 12 uitsluitend gesproken wordt over maanden. Het is de eerste van de maanden. Dan wel van het jaar, maar het gaat steeds over maanden. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. It is, if you will, a first year of months. Note that in Exodus chapter 23, verse 16, and in
Exodus chapter 34, verse 22, there was no reference to months at all. The turn of the year, the end of the year, nothing about months. Het is in Exodus 12, als je het zo wilt zeggen, het nieuwjaar van de maanden. Terwijl in Exodus 23 en in Exodus 34 het woordje maanden helemaal niet genoemd werd. I'm stressing this because these two units, months and years, represent very different things. En ik benadruk dit omdat deze twee tijdseenheden, maanden en jaren, twee heel verschillende zaken benadrukken. The month, and we can hear it in the word month, and in Dutch, mon, is based upon the moon. Het woord maand, kunnen we ook horen in onze eigen taal, is gebaseerd op het woordje maan. In Hebrew also, one of the words we have for month in the Bible is yerach, which clearly comes from the same root as yareach, the word for moon. Ook in het Hebreeuws is dat hoorbaar, omdat een woord voor het woordje maand is yerech, en dat lijkt verdacht veel op het woordje yareach, wat maan betekent. The year has nothing to do with the moon. Het jaar heeft daartegen niets van doen met de maan. One of the problems that we have in setting up a calendar is a year isn't even some multiple of lunar months. Is totaal gebaseerd op de omloop van de zon en niet eens op een optelling van 12 omlopen van de maand, van de maan. The difference between the moon and the sun in our perceptions is very striking. Het verschil tussen de maan en de zon in onze opvatting is heel verwonderend. The moon is the most obvious heavenly body that's constantly changing. De maan is het meest opvallende hemellichaam voor ons dat voortdurend verandert. You look into the heavens and every night the moon is a different phase. Elke avond als je naar de hemel kijkt, dan zie je de maan in een andere fase. The moon, of course, goes through its phases because, as we know, it is orbiting the Earth, completing an orbit every month. En de maan doorloopt die fasen uiteraard, zoals we weten, omdat de maan om de aarde heen draait en elke maand een ronde voltooit. Althans. And so the moon represents dynamism, movement, innovation. We speak of the new moon every month. En omdat die maan elke keer verandert, spreken is dat gekoppeld aan dynamiek, aan verandering. En daarom spreken we elke keer over een nieuwe maand, een nieuwe maan. The common word we use in Hebrew for a month is chodesh, which of course comes from the root of chadash, which means new. The moon is all about being new. Het meest gebruikelijke woord dat we in het Hebreeuws hebben voor maand is chodesh, en dat is afgeleid van het woord chadash, nieuw. En dat is precies waar het om gaat. Een nieuwe maan. De maan staat in verband met nieuw zijn. Now I think we can appreciate the month that is the beginning of the year for months is a month that's all about newness, dynamism, innovation. Nu, het nieuwjaar, dat het nieuwjaar is van de maanden, dus
wat in Exodus 12 staat, dat is het nieuwjaar van de vernieuwing, van dynamiek. As God emphasizes in Exodus chapter 13, verse 4, and Moses in Deuteronomy chapter 16, verse 1, the month of the Exodus is that first month. There's nothing newer, more innovative than the Exodus itself. Zoals God benadrukt in Exodus 13, vers 4 en Mozes in Deuteronomium 16, vers 1, dan is dat nieuwjaar in de maand van de Exodus. En er is niets innovatievers, vernieuwenders dan de Exodus. How appropriate that that month is, as the Torah explicitly states, the month of spring. Dus hoe toepasselijk is het, zoals de Torah ons uitdrukkelijk vertelt, dat dit de maand van het voorjaar is? Everything is blooming. Everything is new. The nation also bloomed new in its liberation. Alles bloeit op, ook hun bloemen gaan bloeien, alles wordt nieuw en ook de natie Israël bloeit op, wordt vernieuwd. So it's a time that signifies innovativeness, innovation, dynamism, newness, agriculturally, historically, on every plane. Dus het is een tijd die gekenmerkt wordt door innovatie, door dynamiek, door vernieuwing, zowel agricultureel als historisch perspectief op allerlei vlakken. That's what the moon symbolizes. Dat is wat de maan betekent. As for the sun, just the opposite. En voor de zon is dat precies het tegenovergestelde. The sun signifies constancy, unchange, stasis. De zon duidt juist op onveranderlijkheid, constant zijn. Geen vernieuwing, statisch zijn. As expressed in Ecclesiastes chapter 1 verse 9, there is nothing new under the sun. Dit is uitgedrukt in Prediker 1 vers 9. Er is niets nieuws onder de zon. And indeed, when we consider the name of the time unit based upon the sun, it's very different from the chodesh, meaning new, that we associate with the moon. En ook als we het woord bekijken dat de tijdseenheid van een jaar aanduidt, dan is dat heel anders dan dat woordje chodesh voor maand, wat ook verwant was aan nieuw. We don't have time to elaborate on this excessively, but we'll note that the root of the Hebrew word for year, shana, means to repeat. We hebben niet heel veel tijd om daar diep op in te gaan, maar ik wil wel opmerken dat de stam van dat woordje jaar, shana, afkomt van het woordje for which word? For repeat. Repeat, voor herhalen. So I don't want to repeat myself too much on this, but One example from the Torah, a very familiar passage in Genesis chapter 41, verse 32. Dus ik wil mezelf op dit vlak niet te veel herhalen, maar om een voorbeeld te geven, gaan we naar Genesis 41, vers 32. Joseph is interpreting Pharaoh's dream. En Jozef interpreteert daar de droom van de farao. And besides interpreting the various motifs of the dream, I should say dreams, because they were two, he notes, and for the dream being repeated to Pharaoh twice, it's because what God has ordained is shortly to be brought to pass. En naast dat Jozef natuurlijk de thema van de droom, of eigenlijk de dromen, want dat zijn er twee,
uitlegt, geeft hij ook aan bij de farao dat het feit dat hij twee dromen heeft gekregen die hetzelfde zeggen, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. And the Hebrew for repeating, he shanot, is the same root as shana, year. En het woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat die droom zich herhaald heeft, is het woordje shanot, wat ook een meervoud is voor het woordje jaar in het Hebreeuws. It's not about new, it's about repeating, constancy, over and over. Het gaat dus totaal niet over vernieuwing, maar over constantheid, over herhaling, opnieuw en opnieuw en opnieuw. The way we could express it is, there's innovation and there's preservation. We kunnen het zo uitdrukken, er is aan de ene kant innovatie en aan de andere kant is er conservativiteit. A helpful illustration of why both of these are so crucial is when we consider the name of this place, the holy city, Jerusalem. En als we erover nadenken hoe belangrijk dit verschil is, dan komen we uit bij de naam van de plaats, deze plaats waar ik ben, in Jeruzalem. Now, we've discussed this at some other opportunities as well, but to review, there were two names that were given to this place. En we hebben het hier bij andere gelegenheden ook al over gehad, maar om het nog even te herhalen, deze plaats heeft twee namen. In Genesis chapter 14, verse 18, we read of Melchizedek, the king of Salem, in Hebrew Shalem. In Genesis 14, vers 18 lezen we over Melchizedek, de koning van Salem, Shalem, Shalom in het Hebreeuws. Shalem means Shalem. Complete. Shalem betekent compleet, heel. It is from the same root as shalom, which also means much, much more than peace. It means complete. Het deelt ook de stam met het woord shalom, wat veel meer betekent dan alleen maar vrede, maar ook compleetheid en aanduidt. That's one name given to this city, but there's another. Another that emerges also in the book of Genesis. En dat is één naam die gegeven wordt aan deze stad. Maar er is nog een naam die aan deze stad wordt gegeven. En dat staat ook in Genesis. We read in Genesis chapter 22, verse 14. After the binding of Isaac, Abraham called the name of that place, God will see. In Hebrew, Yireh, as it is said to this day, in the mount where God will be seen, Yireh. In Genesis 22, vers 14, na de binding van Isaac, staat er, en Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien, of de Heere zal zien. En daarna staat er ook, daarom wordt heden te dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden, of op de berg van de Heere zal hij gezien worden. Now of course, you could well ask, how do we know that that place is this place? En je kunt je natuurlijk afvragen, hoe weten we nou dat die plaats, waarover daar gesproken wordt, ook deze plaats, Jeruzalem is? All we know from Genesis chapter 22... is that in verse 2, God tells Abraham to take his son, his only son, whom he loves, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there upon one of the mountains. Het enige wat we weten is dat God in Genesis 22, vers 2 tegen hem zegt... Tegen Abraham zegt, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. There is no further clarification in Genesis or anywhere else in the Torah as to where the land
of Moriah is located. Er is verder geen enkele aanduiding meer in de Torah of in Genesis waar dan te vinden over waar dan Moriah is. Indeed, to get an identification of Moriah, we need to turn to the only other place in the whole Tanakh, in the entire Hebrew Bible, where Moriah appears. Om uit te vinden waar Moriah ligt, moeten we naar de plaats gaan, de enige andere plaats in de Tanakh waar Moriah genoemd wordt. And that is the second book of Chronicles, chapter 3, verse 1. En dat is in 2 Kronieken, hoofdstuk 3, vers 1. Then Solomon began to build the house of God at Jerusalem in Mount Moriah. Mount Moriah. So that's the place. Toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem op de berg Moriah. Dus dat is de plek, Jeruzalem. But now you can see, as I indicated in the way I've shaded the name Jerusalem in Hebrew, Yerushalayim, what I've shared with you in the past, our tradition as to how this name, Jerusalem, Yerushalayim, arose. And nu kun je zien waarom ik een de naam Jeruzalem wat verborgen heb. Er is een traditie over hoe deze naam tot stand is gekomen. We saw there were two names. Melchizedek, who by the way, by an ancient tradition, is none other than another name of Shem, the righteous son of Noah, named the city Shalem. Abraham named the city Yireh. We hebben gezien dat Melchizedek de stad Salem noemt. En volgens een traditie is Melchizedek niemand anders dan Shem, de rechtvaardige zoon van Noach. En anderzijds hebben we gezien dat Abraham diezelfde stad de naam Yireh gaf. So as it were, God has a problem. If he names the city Shalem, then he offends Abraham, a righteous man. If he names the city Yireh, he offends Melchizedek, also a righteous man, who is described as a priest of God, the Most High. So what's the solution? The solution is the city is named for them both. Yireh Shalem, Yerushalem, Yerushalayim. Dus als het ware heeft God een probleem. Als hij de stad Salem noemt, dan brengt hij Abraham in verlegenheid, die een rechtvaardig man is. Maar noemt hij de stad Yireh, dan brengt hij Melchizedek, die ook een rechtvaardig man is, in verlegenheid. En de oplossing is dan om beide namen samen te voegen tot één. Yireh Shalem, Jeruzalem. I stress the point because we noted the tension between innovation, preservation, dynamism, stasis, which is the right approach. They're both right. You need them both. And the very name of the holy city encompasses both of them. Because after all, what is Shalem? Complete. Something that's already finished. Preservation, stasis. What is Yireh? We'll see, future, something that is not yet actual. Innovation, dynamism, the name of the holy city encompasses them both. En de reden waarom ik dit zo benadrukt heb, en eerder met de maan en de zon, wat we daar zagen tegenover elkaar was innovatie tegenover constantheid, dynamiek tegenover statische situatie. Vernieuwing tegenover alles bij het oude blijven. En je hebt die dingen beide nodig. Het is niet dat het een beter is dan het andere. Maar die beide fenomenen die zijn samengevoegd in ook de stad Jeruzalem. Want
Shalem, heelheid, compleetheid, geeft iets aan wat statisch is. Het is al af, dus het blijft hetzelfde. Terwijl Yireh, hij zal zien, iets aangeeft in de toekomst. Iets wat nog moet gebeuren. Dus dynamiek, vernieuwing. The synthesis that we can discern in the name of the Holy City, we can also discern in the system for establishing the times of the biblical holy days. That is, of course, nowadays we do it by a calendar, which is the way of observing the mandate in the Torah with respect to the timing of these holy days. En diezelfde opbouw, zeg maar, die we vinden in de naam van Jeruzalem, vinden we ook terug in de kalender. De wijze waarop volgens de Bijbel de tijden moeten worden waargenomen en uitgeroepen. So, how do we determine the times of the holy days? On the one hand, we already saw that in Exodus chapter 12, we are instructed to establish a system of counting months. Counting months means to go with the moon. En hoe bepalen we dan die kalender? Hoe is die opgebouwd? In Exodus 12 zagen we al dat er sprake was van maanden. Dus een jaar is de kalender is opgebouwd uit maanden. But conversely, we've noted that there is something very essential in the celebration of Passover taking place in the month of the spring, which in fact, in Deuteronomy chapter 16, verse 1, is functionally a commandment. Observe the month of spring and keep the Passover offering in that month. En er is iets heel bijzonders met die eerste maand, de maand van de Exodus, omdat in Deuteronomium 16 vers 1 expliciet wordt geboden om de maand Aviv in acht te nemen en dan het Pascha voor de Heere te houden. Well, how is the celebration of Passover going to take place in the spring on a regular basis if the calendar is based only on the moon and not on the seasons of the year that of course derive from the sun? En hoe gaat dat Pascha blijven plaatsvinden in het voorjaar, in die eerste maand, als we niet ook rekening houden met de seizoenen die heel sterk samenhangen met de zon? And so this is a commandment for us to ensure that even though, as expressed in Exodus chapter 12, the calendar is based upon the moon, it has to be brought into synchrony with the sun. En dit is voor ons dus de basis waarop we kunnen zeggen dat, hoewel in Exodus 12 ons wordt geboden om maanden te tellen, we ook een plicht hebben om die maanden te synchroniseren door de jaren heen. The Hebrew calendar doesn't use leap days. It uses leap months. De Bijbelse kalender gebruikt daarom ook geen schrikkeldagen, maar schrikkelmaanden. That is, every now and then, specifically, 7 years in a 19-year cycle, an extra month is added in order to ensure that Passover will be in the month of the spring. Daarom wordt in de huidige kalender 7 keer in 19 jaar tijd een extra maand toegevoegd aan een jaar om ervoor te zorgen dat het Pascha in het voorjaar blijft vallen. So of course, in contrast to, on the one hand, the civil calendar, the Gregorian calendar, which is only based upon the sun, the months
do not follow the rhythm of the lunar cycle. And on the other hand, in contrast to the Muslim calendar, which is based exclusively on the moon and doesn't pay any attention to the sun or the seasons at all, the Hebrew calendar is lunisolar. It takes both into consideration. Dus in tegenstelling tot de Gregoriaanse kalender die wij gebruiken, die alleen maar rekening houdt met de zon en ja, de baan van de maan speelt daar in totaal geen rol om te bepalen waar we in het jaar zitten. En ook in tegenstelling tot de kalender die de moslims gebruiken, die uitsluitend op de maan is gebaseerd. En die houden dus helemaal geen rekening met seizoenen of de stand van de zon voor hun jaartelling. Is de Hebreeuwse kalender een combinatie, een lunisolaire kalender, die dus zowel met de maanden rekening houdt als met de seizoenen en de jaren van de stand van de zon. This is all to illustrate, just as in the name of Jerusalem, that innovation and preservation, that dynamism and stasis need both to be part of the equation. En dit is om aan te geven dat net als wat we zagen, wat besloten ligt in de naam Jeruzalem, dat ook de kalender aangeeft dat zowel dat conservatieve als die innovatie en zowel het dynamische als het statische beide nodig zijn en ja, versmolten zijn in die kalender. You have a new year that is a reflection of the month, of the moon, and it's at a time of dynamism, of innovation, when everything is blooming, when everything is growing. That's the other new year. The new year of the month of Aviv, the month of spring, of Passover. Dat is dus het nieuwjaar van innovatie. En vernieuwing, dat vindt plaats in een tijd van vernieuwing en innovatie van de tijd van het voorjaar. Dat is dus ook het nieuwjaar dat in de maand van de Exodus valt, in de maand Aviv, voorjaar. And then you have another new year. A new year that's described as the end of the year. A new year that doesn't point us in the direction of what will be, but rather what was, a new year that takes place not when everything is blooming, but on the contrary, at the time of ingathering. En dan hebben we dus dat andere nieuwjaar die juist terugkijkt naar wat was en niet zoals dat eerste nieuwjaar dat vooruitkijkt. En het valt ook niet in een periode van vernieuwing, nee, het valt juist in een periode van inzameling. Ingathering, a concept that is obvious in the Torah, but is really only obvious when one lives by the agricultural cycle and the seasons in the Holy Land, is because after the harvest, which is at the time of the festival of the harvest, Shavuot, the produce is left out in the fields to dry. It dries all of the dry season, the summer, when there are no rains in our Mediterranean climate here. And then, of course, before the rains begin, the produce is moved inside, the ingathering. En die tijd van inzameling, daar kunnen we iets over leren, maar ja, eigenlijk alleen maar door te kijken naar het klimaat ook in Israël. Op het moment dat de vruchten daar worden geplukt, dan worden ze te droog gelegd op het land, nog in het droge seizoen, als er helemaal geen regen valt. En tegen de tijd dat dan het regenseizoen begint, dan worden die vruchten ingezameld en naar binnen gebracht. Just as the first month is the month of spring, and in the middle of that month, full moon is the festival of Passover. The seventh month is the month of ingathering. The festival of ingathering is in the middle of that month, on the full moon of
the month of ingathering. Rosh Hashanah is the holy day that takes place at the beginning of the month of ingathering. En net zoals dat bij het eerste nieuwjaar in het voorjaar, in de eerste maand zien dat er het Pascha, het feest van de Exodus, is met volle maan in die maand. Zo ook is in de zevende maand, in de maand van de inzameling, met volle maan, het Lofuttefeest, oftewel het feest van de inzameling. En Rosh Hashanah is het nieuwjaar dat in die maand valt, waarin ook het feest van de inzameling valt. At the time of ingathering, you take stock, inventory. You're not looking forward so much as looking back on what have you achieved over the course of the past growing season. In de tijd van de inzameling, in de maand van de inzameling, dan tel je de voorraad en dan zie je wat er in het afgelopen seizoen gegroeid is, wat het opgebracht heeft. Dus je kijkt niet zozeer vooruit, maar je kijkt terug. This holy day is also all about taking stock. All about being retrospective, considering what was, whence we have come. En deze feestdag gaat ook helemaal daarover, om voorraad te tellen, om terug te blikken, om te zien waar je vandaan komt. When we ask whence we've come, that means going all the way back, not just the previous growing season. En als we ons dan afvragen waar we vandaan komen, dan gaat dat niet over alleen maar terugblikken over één seizoen, maar helemaal terug. And perhaps in this vein we should also note another difference between the description of these two new years. That is, in Exodus chapter 12, verse 2, God tells us regarding the first month, it's the beginning of months for you, for the months of the year. En het is goed om nu nog een verschil op te merken over iets wat we gelezen hebben in Exodus 12. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Let op de nadruk voor u. Well, if the first month is a remembrance of the Exodus, obviously it's only relevant to people for whom the Exodus is relevant. En als dat nieuwjaar in de maand Aviv een herinnering is ook van de Exodus, dan is het duidelijk dat dat nieuwjaar ook alleen maar relevant is voor mensen voor wie de Exodus relevant is. The new year of the seventh month that guides us to looking back all the way to the beginning is for everyone. En het nieuwjaar in de zevende maand dat ons ertoe leidt om terug te kijken, helemaal terug, is een nieuwjaar voor iedereen. It takes us all the way back to the beginning. En het neemt ons helemaal mee terug naar het begin. By our tradition, Rosh Hashanah marks the anniversary of the creation of Adam and Eve. Volgens onze traditie valt Rosh Hashanah op de dag dat Adam en Eva geschapen werden. The creation of Adam and Eve and their sin, which was the very first day. De dag van de schepping van Adam en Eva en ook die van hun zonde, meteen op de eerste dag. Now we've discussed that sin at other opportunities. That's not our focus right now. Over die zonde hebben we het vaker gehad. Dat is nu niet onze focus. Just consider that even after the sin, in Genesis chapter 3, verse 8, they're still so close. They heard the voice of God the Lord moving about in the garden.
They heard God. And they heard the divine summons in verse 9. Where are you? What has become of you? Maar merk wel eens op dat zelfs na die zonde in Genesis 3 vers 8 Adam en Eva de stem van de Heere God horen. En dat hij in de hof wandelt, hoe dichtbij ze bij hem zijn. En dat ze ook rechtstreeks in vers 9 van hem horen als God tegen Adam zegt, waar bent u? We understand very well, God is not asking Adam where he is because God can't find him. God's words are a summons. What's become of you? Where are you? Where were you just a few moments ago? And where have you become now? En we snappen natuurlijk heel goed dat God niet vraagt aan Adam waar hij is, omdat hij het niet weet. Omdat hij voor zijn aangezicht verborgen zou zijn. Maar hij vraagt het om Adam ter verantwoording te roepen. Waar ben je? Waar sta je? Wat heb je gedaan? Waar was je nu een paar momenten geleden? This remains a summons. It remains a summons not only for Adam and Eve, but for every one of us. Where are you? Deze oproep die geldt niet alleen voor Adam toen, maar voor iedereen ook nu. Waar ben je? Waar sta je? God isn't casting man off, sending man away and shutting the door. God stuurt de mens niet zomaar weg en gooit dan de deur dicht. It is after the sin and the punishment that in verse 21 God the Lord made for Adam and for his wife garments and clothed them. Clothing the naked is one of the archetypal forms of kindness that God bestows upon Adam and Eve after the sin, after the rebuke and the chastisement. Het is na de zonde en na de straf die ze daarvoor kregen, dat God in Genesis 3 vers 21 kleren maakt voor Adam en zijn vrouw. Kleren van huiden en dat hij hen daarmee kleedt. Het kleden van iemand die naakt is, is een van de archetypen van barmhartige daden. En dat is na de zonde en na de straf. Indeed, we can rightly cite the words of Ecclesiastes chapter 7 verse 29, that God made man upright, but they sought out many intrigues, many contrivances. We kunnen in dit verband Prediker 7 vers 29 aanhalen. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. But that doesn't only apply to Adam and Eve, it applies to each and every one of us. God makes man, always makes man, upright. And then we go ahead and seek many contrivances. Dat geldt niet alleen voor Adam, maar ook voor een ieder van ons nu. God, elke keer maakt hij de mens oprecht. En vervolgens zoeken wij vele uitvluchten. And so, the purpose of this retrospective, of looking back and taking stock, ultimately, is to return home. En het doel dus van kijken wat er in de voorraad zit, van terugkijken, zien wat er geweest is, het doel daarvan is om huiswaarts te keren. Returning home, ultimately, is always returning to God, the source. En naar huis terugkeren betekent dan terugkeren naar God, terug naar de bron. When we return home, our Father is always waiting for us. Wanneer we naar huis terugkeren, wacht Vader altijd op ons. You know, everyone is
undoubtedly well aware that one of the central themes in the way we relate to Rosh Hashanah and altogether to this period of the year is the theme of repentance, in Hebrew, teshuvah. Ik denk dat velen van jullie zich er wel van bewust zijn dat een van de belangrijkste thema's in deze periode van het jaar rond Hashanah bekering is, terugkeren, teshuvah in het Hebreeuws. A striking and moving insight, one of the great scholars of the last generation, is we can get a good definition of what teshuvah means by considering a passage in the Bible that uses the word and it has nothing to do with repentance. We kunnen een geweldig inzicht vergaren, ook van een opmerking van een grote geleerde uit de vorige generatie, door naar een tekst te kijken waarin dat woord teshuva gebruikt wordt, maar die eigenlijk verder niks te maken heeft met bekering. In the first book of Samuel, in chapter 7, we read of Samuel's career as a judge of Israel, what we would describe nowadays as a circuit judge, doing the rounds and judging Israel in Bethel and Gilgal and Mitzpah, in all these places. We lezen in 1 Samuel 7 over Samuel, die rechter is, en tegenwoordig zouden wij dat misschien de rijdende rechter noemen, want hij reist rond langs Bethel, langs Gilgal en Mitzpah, en daar geeft hij leiding en spreekt hij recht in al die plaatsen. And then in verse 17 we read, and his teshuvah, his return, was to Ramah, for there was his home. En dan lezen we in 1 Samuel 7, vers 17, en zijn terugkeer was naar Ramah. Zijn teshuva was naar Ramah, want daar was zijn huis. Returning home. That's teshuva. Dus naar huis terugkeren. Dat is wat teshuva is. Small wonder that returning to the passage in Leviticus with which we began, in Leviticus chapter 23, immediately after describing the holy day that occurs on the first day of the seventh month, we read of another holy day that takes place on the 10th day of the seventh month. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in de passage waar we mee begonnen vanavond, Leviticus 23, dat direct na het bespreken van die feestdag, het nieuwjaar, op de eerste dag van de zevende maand, er nog een feestdag genoemd staat, namelijk op de tiende dag van de zevende maand. The tenth day of the seventh month is explicitly described in this passage in verse 27 and on as the Day of Atonement. Also, coming to terms with the past and making ourselves ready, worthy of the greatest gift, God's forgiveness. En op de tiende dag van de zevende maand wordt in Leviticus 23 vers 27 ook expliciet gesproken over de verzoendag. De dag waarop, waarvoor je klaarmaakt om klaar te zijn en waardig te zijn voor de grootste gift, de grootste cadeau dat God kan geven, namelijk vergeving. In the context of our discussion right now, maybe the most relevant point with respect to the Day of Atonement is something we read about it a couple of chapters later in Leviticus chapter 25. In dit verband is het goed om te kijken naar een aspect van die verzoendag die wordt beschreven een paar hoofdstukken verder in Leviticus 25. In verse 9 we read that it is specifically on the Day of Atonement that proclamation is made of the Jubilee year, about which we read in verse 10.
In Leviticus 25, vers 9 staat namelijk genoemd dat het uitgerekend op die zevende maand, de tiende dag van de maand, de verzoendag is, dat het jubeljaar wordt uitgeroepen, waarover de tekst verder gaat in vers 10. And what happens in verse 10 in the Jubilee year? Immediately in the wake of the Day of Atonement, and you shall return, every man unto his possession, and you shall return every man unto his family. En wat gebeurt er dan in dat jubeljaar dat begint aansluitend, direct aansluitend aan die grote verzoendag? Daar staat, ieder zal terugkeren naar zijn bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. By way of summation in verse 13, in this year of Jubilee, you shall return every man unto his possession. En om het nog eens samen te vatten, zoals het in vers 13 staat, in dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit. So when you have the month of ingathering and you have the holy day that marks the beginning of that month, it's all about homecoming, ingathering everything, taking stock, coming to terms with the past and preparing for the future. Dus als we kijken naar dat thema van dat nieuwjaar in de zevende maand, het thema van de inzameling, dan gaat het ook precies daarover. Terugkijken, die voorraad opnemen, verzoening hebben met het verleden en inzameling in alle opzichten, ook terugkeren naar dat land. I don't want to dwell on this because our time is running out, but I feel compelled to, at the very least, note the striking, glaring contrast between this notion of a biblical new year and the way the secular new year is observed in what I can only describe as the godless West. En ik wil het contrast duidelijk maken tussen wat we hier lezen over die nieuwjaarsdag en de uitbundige manier waarop nieuwjaar gevierd wordt in, ik kan niet anders zeggen dan het goddeloze Westen. Paying lip service to New Year's resolutions that no one takes seriously. And most of all, a day of drunken revelry. Characterized by the well-known slogan, eat, drink and be merry, for tomorrow we die. Men bewijst lippendienst aan goede voornemens die men nooit voornemens is te houden. Er zijn drink- en zwelgpartijen en het kenmerkt zich met de slogan, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Ironically, that slogan comes from the Bible, from Isaiah chapter 22, verse 13. And behold, joy and gladness, slaying oxen and slaughtering sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. En ironisch genoeg komt die tekst uit de Bijbel, namelijk uit Jesaja 22, vers 13. Maar zie, er is vreugde en blijdschap. Men doodt runderen en slacht schapen. Men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. To superficial eyes, the revelry surrounding the secular new year seems much happier than repentance and introspection and the returning home that we described earlier. En voor met een oppervlakkige blik lijkt die feestvreugde, zoals die hier staat, veel uitbundiger dan die inkeer en het kijken naar het verleden, het terugkeren naar het erfbezit. Except you know that revelry
is really the most pessimistic statement possible. Tomorrow we die, let's just live in the moment. Behalve dan natuurlijk dat dit soort feestvreugde de meest pessimistische uitdrukking is die je kunt doen. Want morgen sterven we en laten we daarom maar bij dit moment leven. As expressed in Psalm 49, verse 13, man abides not in honor. He is like the beasts that are silenced. Verse 21, man that is in honor understands not. Again, he is like the beasts that are silenced or that perish. In de woorden van Psalm 49, vers 13. Toch blijft de mens in al zijn aanzien niet bestaan. Hij wordt gelijk aan de dieren die vergaan. En ook in vers 21. De mens die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren die vergaan. Ironically, there's something I would regard as very exalting, encouraging in these words. That is, if a person behaves like a beast, then indeed he abides not in honor and he understands not. But that's up to us, isn't it? Do we want to merely be the beast that perishes? Or do we see in the opportunities that God gives us the opportunity truly to transcend the limits of merely being a physical beast? En ironisch genoeg zit in deze verse ook een uitdaging. Als we lezen dat iemand die leeft als een beest geen aanzien heeft en geen inzicht heeft, ja, wat willen wij dan? Die keuze is aan ons. Willen wij leven als een beest die geen aanzien heeft en geen inzicht heeft? Of kiezen we ervoor om de mogelijkheden die God aanreikt te pakken, om menswaardig te zijn en godvruchtig te zijn? And this brings me to the last subject that we need to briefly discuss, because I said we were going to get to it when we began this evening. And that is, of course, the central theme of this holy day, as expressed both in Leviticus and Numbers. That is, the blast of the horn, the teruah. En als laatste moeten we natuurlijk ook nog het thema bespreken wat ik beloofd had te zullen bespreken, waar we mee begonnen waren in Exodus en Leviticus, namelijk dat bazuingeschal, teruah. So first, a brief sobering Hebrew lesson. Dus eerst een sobere Hebreeuwse les. We need to consider what the root meaning of teruah is. We've noted that you can always analyze words in biblical Hebrew as deriving from a three-letter root. We moeten eerst eens kijken wat dat woordje teruah nu precies betekent. En de meeste woorden in het Hebreeuws zijn afgeleid van stamwoorden met drie letters. Teruah, which in our tradition is the broken sound made by the ram's horn, by the shofar, means broken. The cognate examples that I've listed here, Isaiah chapter 24, verse 19, the earth is broken, broken down. And Psalm 2, verse 9, if you must break them with a rod of iron. These words in the Hebrew, roa et roa'a in Isaiah, teroem in Psalms, come from the same root as teruah. Broken. Dat woordje teruah, of de klank van teruah is een gebroken
klank in de traditie. En daar zijn twee ondersteunende teksten voor, namelijk 1 Jesaja 24, vers 19. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde. Waar dus dat woordje, of de stam van terroir ook in zit. En in Psalm 2, vers 9, u zult hen verpletteren, breken met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dus het woordje breken is een vertaling van de stamwoord van terroir. And indeed, as we read in Amos chapter 3, verse 6, shall the horn be blown in a city and the people not tremble? That broken sound rouses in us fear, trembling. It breaks us. En zoals in Amos 3 staat geschreven in vers 6. Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Dus als de bazuin geblazen wordt, dat gebroken geluid, dat breekt ook ons van binnen, doet ons beven. But you know, if you have a building that's falling apart, what's the first thing you need to do to rebuild? Maar als een gebouw instort, omvervalt, wat is dan het eerste wat je moet doen om het weer opnieuw op te bouwen? You need to break it down. Je moet het afbreken. It is that brokenness that is in itself the greatest promise, the greatest gift, because it's the turning point that enables us to draw near to God. Die gebrokenheid in zichzelf is de grootste gave mogelijk. Want dat is het keerpunt waarop we vanaf waar we tot God kunnen naderen. Psalm 90, verse 3. You bring man to the crushing point and say, return, O children of man. Psalm 90, vers 3. Leest bij mij, u doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. In de vertaling die Gijm gebruikt, staat het er nog iets sterker. U doet de sterveling terugkeren tot het punt waarop hij breekt en zegt, keer terug, mensenkinderen. There's really no more uplifting message than that. Because it's telling you that when you reach that crushing point, God's hand is extended to you. He's offering you. Just return. It's in your hands. The greatest gift that God gives us is our humanity and the freedom to choose. We've noted this many times. Deuteronomy chapter 30, verse 15. See, I have set before you this day life and good and death and evil. Now God begs us in verse 19, therefore choose life. But he empowers us, enables us to come to him. En dit is die grote gave dat zodra een mens het breekpunt bereikt, dat zijn hand zich dan uitstrekt en dat hij zegt, keer terug, mensenkinderen. Zoals ook in Deuteronomium 30 geschreven staat over de vrije wil die de mens heeft gekregen. Die vrije wil die hij kan gebruiken om te kiezen voor menselijkheid. In vers 15 zie ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. En dan de oproep in vers 19. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. So our alternative to the eat, drink and be merry for tomorrow you die is, as expressed perhaps most aptly, in Psalm 2 verse 11.
serve God in fear and rejoice with trembling. We're trembling, but we're also rejoicing. Dus misschien wel de grootste tegenstelling die we kunnen vinden tegenover eet, drink, trouw, wees vrolijk, want morgen sterven wij. De grootste tegenstelling daarvan vinden we misschien wel in Psalm 2, vers 9. By ancient tradition. One moment, please. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Zowel met vrezen, maar ook met vreugde, verheuging. By ancient tradition, although the passages in the Torah, in Leviticus and Numbers, that speak of this holy day, merely referred to the day as the day of Teruah, of the blast of the horn, without telling us what's the horn, you know that we use the ram's horn, the shofar, which is explicitly identified in the passage on the Jubilee year and the Day of Atonement in Leviticus chapter 25. Zoals jullie weten, dat in deze tijd van het jaar blazen we op de shofar. Hoewel we ook eerder hebben gezien in de teksten uit de Torah, in Exodus en Leviticus, dat daar wel het woordje teruah, geschal, staat, maar dat het letterlijk het woordje shofar niet in die teksten voortkomt. Het woordje shofar komt daarentegen wel voor bij de grote verzoendag, als het jubeljaar wordt uitgeroepen. Well, once again, the exercise of seeking the three-letter root of shofar, we saw that the meaning of teruah is breaking, brokenness. Shofar, on the contrary, as you can see in these examples from Genesis chapter 49, Psalm 16, Job chapter 26, beauty, pleasantness. Perhaps most relevant is Job chapter 26, verse 13. By his breath, the heavens are perfected, beautified. Shifra, the root of shofar. Ja. Dus net zoals dat we bij teruah de drieletterige stam hebben opgezocht, en dat betekende breken of gebroken, zo kunnen we dat ook doen voor het woordje shofar. En dat betekent juist, zoals we kunnen zien in teksten uit Genesis 49. En onder andere Job 26. Dat mooi betekent. Geperfectioneerd. En so indeed, when we consider in the second book of Samuel, chapter 6. The manner in which King David and Israel bring the Ark of God into Jerusalem, into the city of David. We read of this bringing of the Ark in verse 12 as with joy, so much so in verse 14, David danced before God with all his might. And how did they go about doing this? With the blast of the horn. The teruah, and the sound of the horn, the sound of the shofar. That's an instrument of rejoicing, of celebrating, but not just any celebration, of rejoicing with God. En zo kunnen we lezen in 2 Samuel 6 over David die de ark terugbrengt. En hij danst dan uit alle macht en met alle vreugde die in hem is. Doet hij dat? En hoe kunnen we dan zien, hoe geeft hij uiting aan die vreugde? Dat kunnen we lezen in 2 Samuel 6 vers 15. Dan brengen ze die ark van de Heere over met gejuich en met bazuingeschal. Dus het geluid van de shofar is ook een aanduiding van vreugde. Maar niet zomaar vreugde, maar de vreugde met God. This is a recurrent theme in the Psalms.
the Psalms, of course, authored, edited by King David. Psalm 47, verse 6. God is gone up with the blast of the horn, the teruah. God amidst the sound of the horn of the shofar. Dit is een thema, die vreugde, die ook terugkomt in de psalmen, die natuurlijk ook grotendeels gecomponeerd zijn door David. Bijvoorbeeld in Psalm 47, vers 6. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Likewise, Psalm 98, verse 6, with trumpets and the sound of the horn, the shofar. Blast, hariu, which is of course from the root of teruah, before the king, God. En zo ook in Psalm 98, vers 6. Ik zal vers 5 er ook even bij lezen. Zing psalmen voor de Heere met de harp, met luid psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal. Juich voor het aangezicht van de koning, de Heere. And finally, last example, because I realize we need to end soon. In Psalm 89, verse 16. Happy is the people that know the blast of the horn, the teruah. They walk, O God, in the light of your countenance. Again, it's all about achieving that closeness, the homecoming to God. En als laatste voorbeeld, want ik realiseer me dat het al later begint te worden, Psalm 89, vers 16. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Welzalig het volk dat de teruah kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aangezicht. En dat is waar het over gaat. Over dichtbij God zijn. En terugkeren naar hem. Terugkeren naar huis. And so indeed. We look forward to the day. May it be soon. Isaiah chapter 27 verse 13. It shall come to pass in that day that a great horn, a great shofar, will be blown. And they shall come that were lost in the land of Assyria, and they that were dispersed in the land of Egypt. And they shall prostrate themselves before God in the holy mountain at Jerusalem. En zo kijken we dan vooruit en mogen de dag spoedig komen waarover Jesaja 27 vers 13 spreekt. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Heer neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Ultimately, you know, that destiny awaits not only Israel, as expressed in Isaiah chapter 56, also regarding the aliens, the others who join themselves to God to minister unto him, to love the name of God. Verse 7, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar, for my house shall be called the house of prayer for all peoples. En die bestemming van terugkeren ligt niet alleen voor het volk Israël, maar ook breder, zoals Jesaja 56 beschrijft in vers 6 en 7. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn. Allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor
alle volken. It is exactly with this verse that the main service in synagogues throughout the world on Rosh Hashanah and Yom HaKippurim, on the days of war, concludes. And it's also with this verse that our session concludes, with the realization that when we appreciate what a new year that's described as the end of a year means, what homecoming means, what the brokenness that builds us and brings us back home to God, what that means, when all that happens, we know where we're heading. We're coming home. Het is met deze versen uit Jesaja dat men de synagogedienst beëindigt op zowel Rosh Hashanah als op Yom HaKippurim, de grote verzoendag. En het is ook met deze versen dat wij deze sessie beëindigen. En we hebben geleerd over dat nieuwjaar waarbij je terugkijkt, een stuk introspectie hebt. We hebben geleerd over de betekenis van terugkeren, naar huiswaarts keren, van gebrokenheid. En we mogen weten dat als we die dingen ervaren en tegenkomen, wat dan de uitkomst ervan is, die terugkeer naar God. It is that realization that makes the days of awe, as Ezra and Nehemiah and the Levites taught, days of rejoicing. Because it is through that closeness to God, the exaltation with God, that we find our strength and we find our rejoicing. Het zijn deze inzichten die ontzagwekkende dagen maken tot dagen van vreugde, zoals ook Ezra, Nehemia en de Levieten onderwijzen aan het volk. Om grote vreugde te beleven aan dat thuiskomen. Aan de dichtheid bij God. It's coming to terms with the past, which may mean crying, but that readies us for an exalted future with God. Je zult naar het verleden moeten kijken en daarbij misschien moeten huilen, tranen laten, maar uiteindelijk leidt het toe naar een verhoging en een vreugde in God. Shana tova umtuka, goed en zoet nieuw jaren. God bless you.